Brabant Business TV met Bestronics. En aan tafel zit Anton van Limpt, directeur van Bestronics. Welkom. Dankjewel. Bestronics, printplaten. Maken jullie die of wat doen jullie exact? Wij assembleren printplaten. Dus assembleren printplaten. Ja, een kale printplaat wordt bij ons bewerkt en er worden stukken en componenten aan toegevoegd om tot een eindproduct te komen. Okay. En 4 jaar geleden ben je daarmee begonnen? Ja, klopt. Daar wist je nog helemaal niks vanaf hoe het werkte? Nee, en nu, 4 jaar later? Prachtig vak. Prachtig vak. Kun je dat uitleggen waarom het een prachtig vak is? Ja, er zit heel veel nieuwe ontwikkelingen, nieuwe dingen in, bestaande dingen in, bestaande producten beter maken. Dus op zich is het heel boeiend. Voor wat voor bedrijven doen jullie dat allemaal? Heel breed. We werken voor allerlei vakgebieden. Dat kan medisch zijn, dat kan agrarisch zijn. We maken klimaatbeheersystemen bijvoorbeeld. Compleet. We doen voertuigvolg, track-and-trace systemen voor auto's. Maar ook voor rolstoelaanpassingen en dat soort zaken. Dus het is heel, heel breed vakgebied. Okay. En waar moet je dan heel goed in zijn? Wil je de beste printplaten kunnen maken? Assembleren? Kwaliteit leveren. Maar kwaliteit betekent zorgvuldig bezig zijn. Dus zorgvuldig vanaf het moment van de inkoop tot en met het eindassemblage, tot het eindproduct afleveren. Nu is het zo, volgens mij worden er heel veel printplaten in China gemaakt of in het Midden-Oosten. Is dat zo? Dat klopt. Er wordt heel veel productie van grote bulkproductie wordt naar China toe overgeheveld vaak. En dat hoeft niet altijd zo te zijn voor middelgrote en kleinere series. Maar zijn dat grote concurrenten van jou? Nee. Het is een compleet andere wereld om het zo maar te zeggen. Wij zijn gespecialiseerd in kleinere series tot middelgrote series en soms wat grotere series. En dat is goed te behappen om dat in Europa te houden tegenwoordig. Oké, en als je het dan hebt over kleine of grote series, kun je een voorbeeld geven van waar bijvoorbeeld jullie printplaten in zitten? Onze printplaten zitten bijvoorbeeld onder andere inderdaad in de voertuigvolgsystemen van Nederlandse Mercedes, Porsche, Volkswagen en Audi. Ja. Niet de minste? Nee, klopt. Dat is ook een leuke order en ook een product waar we ook continu mee bezig zijn om dat met die klant samen te verbeteren. Dat is dus een extra toegevoegde waarde die we toevoegen aan in plaats van de China-productie, zeg maar. Dus wij blijven meedenken tijdens het productieproces en tijdens de producties met de klant om het product te verbeteren en om beter produceerbaar te maken. En wat is dan veel beter met nu, als je het vergelijkt met 4 jaar geleden? We hebben in ieder geval heel erg ingestoken op efficiëntie. Dus we hebben heel erg goed geautomatiseerd. En daardoor kunnen we dan ook steeds bovenop de nieuwste producten blijven zitten, et cetera. Okay. Dus dat klopt. Maar merk je dat ook aan jouw klanten? Komen die steeds terug of willen ze steeds meer vernieuwing? Hoe merk je dat? Steeds kritischere klanten natuurlijk en die verlangen steeds meer van je. We maken bijvoorbeeld onder andere ook camera's voor in vliegtuigen, Boeing en Airbus. Ja. Maar ook voor pinautomaten wereldwijd, voor NCR bijvoorbeeld. En die klanten die eisen gewoon het maximale van je. Dan kun je niet verslappen in de productie en in de kwaliteit, zeg maar. Dus dat moet altijd goed zijn. En heb je laatst niet een keer zoiets gehad van, jeetje, dat we dat voor elkaar hebben kunnen krijgen? Nou, met name toen wij 4 jaar geleden niets vermoedend in die branche stapten. Toen was een van onze speerpunten was van, nou, waarom zou die productie steeds maar automatisch naar China moeten? En daarbij hebben we gezegd van nou, wij focussen ons op dat de productie hier kan blijven. Of dat we dus productie terughalen naar hier. En een van de dingen waar we trots op zijn, is inderdaad het voertuigvolgsysteem voor de automobielindustrie. Waarbij we daarvan zeggen van nou, dat we dat hier hebben gehaald en gehouden. Ja. En zo ga je iedere keer proberen uit China dingetjes terug te halen? Of? Niet specifiek, maar we zien nu steeds meer dat bedrijven die gewend waren om hier de kleine series te doen en vervolgens automatisch door te schakelen naar China. Dat die nu zeggen van nou, we houden het dus gewoon in Europa. Want dat maakt het leven op een heel aantal fronten een stuk makkelijker voor hen. Blijven de printplaten altijd bestaan? Ja, ik denk het wel. Tenminste, als ik zie wat in Eindhoven en omgeving alleen al aan ontwikkelingen gaande zijn. Met
hele nieuwe en vooruitstrevende bedrijven die allemaal nieuwe dingen ontwikkelen. Ja, en veelal is toch 90% daarbij een printplaat benodigd. En een robot heeft natuurlijk in de toekomst ook printplaten nodig. Daar zit ook volledig vol met printplaten. Ja, gaan jullie die later ook nog ontwikkelen? Ja, we zijn met een aantal dingetjes bezig en we hebben ook al voor een aantal robotten, voetbalteams bijvoorbeeld, wat printplaten gemaakt. Dus op zich, ja, het is gewoon leuk om te doen. En waar staan jullie over 10 jaar? Dat is een goede vraag. In ieder geval, de kwaliteit boeten we niet op in. We willen wel doorgroeien naar misschien locaties in Duitsland of in België, Frankrijk erbij, om daar de klant dichterbij te kunnen bedienen. Oké, okay. Nou, dan hebben jullie vast ook nog een website? Ja. Bestonics.nl. Ja, heel simpel. Ja. Simpeler kan het niet. Is NL. Komt er ook nog eens een keer ooit nog andere... We hebben een EU en we hebben ook alle talen beschikbaar inmiddels. Oh, gelukkig. Dus iedereen kan erbij. Ja, precies. Goed, hartelijk dank. Graag gedaan. Nou, wilt u nog meer informatie over Brabant TV of over Bestonics? Kijk dan heel even op onze site brabantbusiness.tv. Tot de volgende keer.